vonden het in eerste instantie een heel interessant thema waar het over ging. Dat zijn ze allemaal, maar we vonden dit wel heel dapper. Dan iets over het spel. Ja, dan iets over het spel. Want ik ben natuurlijk zelf iemand die heel veel speelt. En de hoofdrolspeler in deze film heeft ons aller hart gestolen. En ik zelf, ik was meteen helemaal echt van. Een ontzettende goede acteerprestatie werd daar neergezet. Weet je nog niet waar het over gaat? Ja. Ja. Gaan we het zeggen? Wat gaan we doen? Eén regel heeft mij zeer geraakt. Een hele klas die zei: Thijsje is een meisje. De winnaar is Wie begrijpt mij? Nu. Gefeliciteerd! Applaus alsjeblieft! Nou, maar vooral door de rest van die klas heb je het mogelijk kunnen maken met film. Jullie mogen naar Amsterdam. Ja! Hey, maar bij een echte prijsontvangst wordt eigenlijk ook een soort van ontvangstspeech. En ik weet dat jullie natuurlijk niks hebben voorbereid, ze hoort het ook weer bij een ontvangstspeech. Maar ik zou het wel leuk vinden als misschien, ja, mag ik jou weer het woord geven, Marijn? Ja, emoties, alles mag. Oké, nou, we gaan luisteren naar de ontvangstspeech van. Nee, ik ben heel blij. En met de klas ook, denk ik. Dus ja, ik weet, ze zeggen dit. Ik ben heel blij. Dus. Is iedereen een beetje blij? Ja! Even een applaus, ook voor jullie, want jullie hebben het ook geweldig gedaan allemaal. En hier staan ze, de winnaars van Maastricht OBS, de film met Wie begrijpt mij nu. Oké. En helaas zit aan zo'n première. Jullie gaan nog op de foto. Nou, zometeen daar bij de uitgang staan ook nog fotografen. En ik stel voor dat wij gewoon... leerkrachten kunnen zometeen een tasje dus kunnen ophalen voor de kindersupporters. Dank je wel. En de rest, ja. Ik...